Andy versus Bernard. Hey Andy, Bernard van Damme hier. Meervoudig Europees kampioen worstelen. En als je echt denkt dat je van alles kan, stap maar eens in de ring met mij. Eventjes zien hoe fel je nog zal zijn. Bernard heeft me uitgedacht en met zijn lange haar denkt hem dat hij Rambo is of Tarzan. Dus hij kan ik laten zien dat hij hier een worstelwedstrijdje niet zo gemakkelijk gaat winnen van mij. Hij staat er al, hè. Ja. Oh, dan Andy. Ja, ja, Bernard, ben hier. Hey. Ja. Voilà. Bernard, alles goed? Ja, prima, jong. Wat gaan we doen vandaag? We gaan worstelen, Andy. Kom maar, jong. Ja, wel, maar ja, daar begint het al. Daar ligt de fout al. Het is niet Andy. Bernard, als ik worstel, ik heb een internationale worstelnaam. Dat is Spierbal Andy. Dat is zo bij mij. Als ik in de ring sta, zelfs de vrienden, hè, die zeggen Spier Andy tegen mij. Spier Andy. Spier Andy. Hey, cool, Spier Andy. Ja, ja, nee, Bernard, nee. Jij bent geen vriend, hè. Dus jij mag niet Spier Andy zeggen, hè. Ah ja. Ik ben geen vriend. Hij zegt geen vriend, hè, maat. Je hebt me beter als vrienden als vijand, hè. Onthoud dat maar, goede jong. Andieke? Abel, jij mocht Spirandi zeggen. Anyway, we gaan worstelen, maar die outfit ja. En die kostuum, dat gaat niet. We gaan ons meteen omkleden. Voilà, hè. Ik ben in worsteloutfit, Bernard. Wat denk je daarvan? Wat heb je hier op je hoofd? Dat is mijn worstelmuts, hè. Dat is een onderbroek. Mag ik? Maar dat is niet erg. We gaan eraan beginnen. We gaan ons mentaal voorbereiden. Okay. We gaan ons oppompen. Ja. We gaan wat roepen. Roepen. De tegenstander imponeren. Kom maar, Andy. Ja, maar kunnen we die gewoon een goed gesprek hebben? Roepen, zeg je vent of vijand. Ja, kom maar, Spierke. Woo, come on. Ja, ja. Ik hoor u niet. Ik hoor u niet. Hallo. Wat? Hallo. Ik hoor u nog steeds niet, man. Kom maar, roepen. Maar moet ik gaan horen? Kom ja, ja, maar dat beweegt ook allemaal bij u. Dat beweegt allemaal bij u. Wat beweegt er? Wat? Ik hoor u niet, man. Kom aan. Borstspieren. Ja. Borstspieren! Wat? Borstspieren! Oké, nee. Laten we naar het volgende hoofdstuk gaan. We gaan nu de fysieke arbeid gaan leveren. Kom aan, Spierke! Ja. Schillen gewoon eens, hè. Ja, heel belangrijk. We gaan nu leren vallen. Want als je niets wil breken, moet je toch leren vallen, hè. Oh, breken? Ja, je armen, je benen, je hoofd, ja, van alles, hè. We gaan maar niks breken. Nee, Bernard, ik heb vorige week nog mijn nagelken gebroken, dus we gaan nu niks extra breken, hè. Vandaar, je moet leren vallen. Goed, kijk. Kom op, Spierke, kijk, hè. Leren vallen, hè. Ja, maar Bernard, ik denk dat we het anders moeten aanpakken. Ik denk niet dat ik ga niet vallen. Ik ga gewoon met u... Ik ga niet vallen! Nee, Bernard! Ja, ja! Nee, ik ga! Zet mij erin! Bon, ik zal wel. Oké, een beetje ruimte. Was het goed? We gaan er best aan beginnen, zeker, jong. Ja. Oké, we gaan er aan beginnen. Ja, duimborstel, hè. Ah ja, duim wat? Altijd duimborstel. Zo vastpakken en dan 1, 2, 3. En nu moet ik een duim. Voilà, ik heb hem gewoon, hè. Voilà, Bernard. Merci, tot de volgende. Nee, jong, kom aan. We gaan fysiek worstelen. Echt moves doen, hè. Ja, we gaan eerst een glas drinken. Is dat goed voor u? Even... Oké. We gaan eraan beginnen. Ja, kijk, Bernard, ze roepen nu gewoon. Ja! Bernard, ik ben hier. Wacht, zet u een keer zo. Kom maar! Het is goed. Ik ga niets gaan doen. Het is niet. Oké. Spierandi, out.